Dit is een compositie van David Lang, waarbij hij op zoek gaat naar wat ons als maatschappij verbindt. Hij heeft een tekst uitgekozen. Eigenlijk is het een Google search op echt daadwerkelijk datgene wat ons verbindt. En er komen natuurlijk allemaal teksten uit. En zeg maar de common ground van iedereen. Dat is de basistekst van dit stuk. En daar heeft hij een compositie opgeschreven in verschillende stadia. Waarbij die stadia achter elkaar een verhaal gaan vertellen. Een muzikaal verhaal. Waarbij er heen en weer bewogen wordt tussen het grote collectief. Maar ook het individu. Dus alle zangers worden zowel in het grote geheel meegenomen. Als dat ze hun eigen stem mogen gebruiken. Hun eigen expressie mogen geven. Dit is een heel bijzonder project. Ik heb het nog niet eerder langs zien komen. Ik ben altijd in voor gekke dingen. En ik vind de gedachte van David Lang daarachter heel erg mooi. Wat ons verbindt en niet wat ons scheidt. Dat is voor mij al een reden om mee te doen. Verzameling mensen die bij elkaar gehaald zijn op basis van een stuk wat ooit door een Amerikaan bedacht is. En waar hij zoveel mogelijk zangers bij wil betrekken. En die zijn volgens mij links en rechts uit Nederland. Ik denk wel een beetje uit het westen van het land geplukt en bij elkaar gezet. En begin maar. Er zitten mensen in met veel ervaring, weinig ervaring. Dat is wat het heel bijzonder maakt. En dit is een soort van georganiseerde chaos, zou je kunnen zeggen. En dat is gewoon wel heel leuk om ook eens op die manier met muziek bezig te zijn. En het spreekt ook wel dingen mee aan waar ik van nature niet zo goed in ben. Dus dat vind ik dan wel leuk om eens te doen. I didn't want to make an experience which anyone could do just by showing up. I didn't want a flash mob. I didn't want to just say, okay, 1,000 people show up on this day and do whatever you want. I really didn't want that because to me, the really beautiful thing is for people who don't know each other to work together, to have to build something together, you know? And to me, this is like the core of civilization. It's the core of religion. It's the core of really what music promises, which is that people who don't know each other know that they are building something that is bigger than them. They don't care what their ethnicity is. They don't care who is rich or who is poor. They need each other to build it. So in order to make that happen, you need people to rehearse so they can feel what they need from each other. So that means the music has to be hard enough so that they can't just show up and do it. But it has to be easy enough so that anyone who is interested can feel that with rehearsal they will be able to do it. Het is een hele belevenis met zoveel mensen zingen. Het is, en dat merk ik nu ook. Het zijn kippenvel momenten als je even moet ademhalen en je hoort wat je met z'n allen aan het doen bent. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Hier moeten we ons best doen om niet gelijk te zijn met de groepen naast ons. En dat is soms best wel lastig, want dan hoor je in die roeptoeter hoor je de andere dirigent. Dat is heel spannend. En hier was het, er waren wat noten, maar niemand wist precies op welke toonhoogte hij moest gaan zingen en in welke volgorde. En er staan wel twee rusten in, maar we doen er drie, dat komt eigenlijk beter uit. En, dat soort dingen, dat is toch een beetje vloeken in de klassieke koormuziekkerk. En dat is juist heel grappig om daar alles aan mee te doen. Het is een interessant stuk omdat dat het een beetje losser staat. Ik vind het een iets abstracter stuk dan dat je letterlijk van blad leest wat je moet doen. Het is nu meer zo van beweging in golven. Ik hoop dat als er bezoekers komen, dat die zich zo vrij voelen om zelfs nog doorheen ons te gaan lopen. Dat lijkt me het heel mooi als dat gaat gebeuren. Het verschil in geluid zal heel erg met mij uitmaken, ja, absoluut. Omdat het geluid natuurlijk wegwaait buiten. En zo wolkt het heen en weer. Waardoor je meer een soort van klankwereld krijgt dan hele duidelijke structuren. Die centrale boodschap van wat verbindt ons en dat dragen we uit, hier en nu, op dit moment. Dat is denk ik heel erg sterk. En het is ook heel mooi
dat het stuk echt begint vanuit, ja, vanuit de menigte. Hè? En dat hebben we ook heel mooi in scène, tussen aanhalingstekens, gezet. Onder leiding van Antoine Comesta, die ons daarbij geholpen heeft. En die dus ook een kleine choreografie ontwikkeld heeft. Zodat toch heel duidelijk is dat er wel iets gebeurt. Ik geloof dat de stem onlosmakelijk is verbonden met het lichaam. En dus ook aan elkaar verbonden zou mogen zijn in het uitvoerende werk. Ja, I just indicate the idea. The idea is that you can play with like some points of your body. And so I pay very much attention on the words that David Lang has chosen for this piece, and try to have a visual representation of some of the meanings from the words. I think the score and the music is the first element, but of course this physical element is adding something to it, and I try to include it where I felt it was needed or it was possible, but at the same time I saw that there is some moment where the pure singing should really be the main focus on some parts, so I try to hold myself to don't put movement all the time. I see that you are, most of you are often choosing to go up. Ik geloof dat we met deze choreografen een hele, ja, een bijzondere kunstenaar in huis hebben die op een organische manier de lichamen in beweging krijgt. En eigenlijk waardoor er een soort van symbolische laag nog overheen komt. Ja, ik vind het lastig. Ik ben er helemaal niet zo goed in. Ik wist ook niet dat het deel zou zijn van het geheel. Maar het past er ook wel bij dat onverwachte en het ongewone. Dit is georganiseerde chaos. Dit is met elkaar aan het werk zijn. En elkaar in de ogen kijken en dezelfde vibe voelen. En hetzelfde compassie voor de ander. En die gaat dan heel ver. Starting with the left. Step to the front. You come together to make a piece of music because you already believe that coming together will make making something beautiful possible. You can't make a piece of music unless you already believe that it is possible to make something better. And I think we need that for our communities and for our society as well. We need to believe that it is possible to have a better society before you can have a better society. Because of that, it may very well be that music is the last place where we expect that kind of faith exists. And that, I think, makes it even more necessary and even more powerful.